Collega's, we gaan nu over tot de verkiezing van het bureau van ons parlement. Ik herinner u voor zo nodig hoe het scheidend bureau was samengesteld. Uitredend voorzitter Jan Peumans. Uitredend eerste ondervoorzitter Jos de Meijer. Tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen. Derde ondervoorzitter Bart Somers. Vierde ondervoorzitter Renaat Landuit. Secretarissen mevrouw Nadia Sminate, mevrouw Kathleen Helsen en de heer Chris van Dijk. Dat is het uitredenbureau. Ik vermoed dat iemand het woord vraagt om een voordracht te doen voor het komend bureau. Meneer Edwin. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor het nieuwe bureau zou ik graag volgende mensen voorstellen. Als voorzitter is dat Jan Peumans. Als eerste ondervoorzitter Peter van Rompuy, die trouwens voorbije nacht vader is geworden. Als tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen, derde ondervoorzitter Bart Somers, vierde ondervoorzitter Caroline Genet, secretaris is Nadia Sminati, Chris van Dijk en Sonja Klaas. Collega's, dat is een collectieve voorstelling met de consensus, vermoed ik, van eenieder. Ik zie geen bezwaren of bemerkingen ter zake. Mogen dus dit voltallig bureau als het geldig bureau, gezien het aantal functies, overeenstemmen met het aantal openverklaarde plaatsen, als verkozen beschouwen? Ja. Dan. Vraag ik aan de nieuwe voorzitter, die goed bekend is als uitredend voorzitter, naar hier te willen komen. En ik verzoek twee secretarissen, mevrouw Sminati en meneer Klaas, mevrouw Klaas, ons te komen vervoeren. Meneer de voorzitter, met genoegen.